Iske in samenspel met Van den Berg. Maar we zitten weer achteraan bij Racing Genk. Aftastend begin. We zitten nog in de eerste minuut. Van den Berg maakt zich daar goed vrij. Bedient Daarde. De eerste kans meteen. En de eerste goal. Jawel. Koen Daarde. 58 seconden op onze chronometer. En Racing Genk dat zo moeilijk scoort. 4 goals nog maar in 6 wedstrijden. Meteen aan de leiding. Heel simpele doorsteekbal. En Daarde maakt het goed af met rechts in de hoek. Luciano geklopt. En een prima start van Racing Genk. Sigurdsson trekt zich weer op gang. Daarden is vrij. Voorzet voor Van den Berg. Er is ook nog Van den Berg. En de redding van Luciano. Tweede goede kans voor Racing Genk. Zesde minuut. De aangever ziet u hier in beeld. Rieske. Die deze bal kan terugsturen tot bij Van den Berg. Helemaal vrij. Normaal laten die zo'n kans niet liggen. Van den Berg. Luciano stond in de korte hoek. Het levert wel een corner op. Weggehaald door Van Doren, maar niet goed. Terug tot bij Bezlia. Nieuwe voorzet. Van den Berg. Dit keer spectaculair. Maar niet binnen het kader. Benschot heel veel moeite met het positiespel van Racing Genk. Van den Berg laat de derde kans op rij liggen. Genk dat er makkelijk tussendoor loopt, wordt zelden of nooit in de problemen gebracht met duels of zo. En dan komen er kansen en dan is het merkwaardig dat Van den Berg hier als een derde laat liggen. Ze kunnen en mogen de bal rustig rondtikken nog altijd bij Genk. Maar Toukou die laten ze gewoon lopen. Er is Van den Berg, Bezlia die weer vertrekt. Moet even wachten op de bal. Fontaine in de rug. En vindt ook Mokoena. Het was een stevige sliding van Dixon. Maar wel met de voeten vooruit had hij wel de bal. Toch gele kaart. Inderdaad, twee voeten vooruit. Een echt gevaarlijk spel. Vrij trap voor Genk. En hij Daarde. Dixon te snel uit de muur. Tweede keer geel. En Germinal Beerschot moet met 10 verder. Daarnet de gele kaartovertreding. Twee voeten vooruit. En dat na 25 minuten spelen. Kijk, een metertje komt hij eigenlijk maar uit de muur op het moment dat de bal vertrekt. Vind ik wel heel streng. De tweede rode kaart voor Germinal Beerschot in deze competitie. Paolo wint het van Klaasens. Die kan nog wel terugkomen, de baan afsnijden. Bezlia moet meekomen helpen. Ciao Paolo nog. Klaasens kan hem niet beletten te schieten, maar veel te zwak. Het is plots of ze vuur in de schoenen hebben gekregen. Niet bij dit schot van Ciao Paolo, maar ze komen er wel uit deze keer bij Germinal Beerschot. Aan de overkant Bezlia. Met Van den Berg. Hier de kans voor Kevin. Tweede keer op Luciano. Bart van Zundert, die echt niet goed in de wedstrijd zat, gaat eruit en in zijn plaats komt De Vree. Nog een minuut of 9 tot aan de rust. Klaas is mee naar voren gekomen bij een hoekschop voor Racing Genk. Gekopt door Montaigne. Daar de kan opnieuw voorbrengen. Heeft er alle tijd voor. Paka, Engelaar. De bal ging er nipt naast. Klaasens kan de bal in ontvangst nemen na mistasten van Snoeks. Engelaar, geen buitenspel van Paka. Luciano durft niet in te grijpen. En gelijk heeft hij. Paka met de voorzet. Daar is Bezlia. De lege goal. Tegen de paal nog. Een minuut in de toegevoegde tijd van de eerste helft. Nog altijd geen geruststellende voorsprong voor Racing Genk. Dit is Igor De Camargo. Hij komt bij het begin van de tweede helft Sigurdsson vervangen. Daar de naderlingsachterplaats. Dit is Wim de Dekker. Die is
Karel Hoefkes komen vervangen. Dus weer wat verschuivingen ook bij Germinal Beerschot. Vrije trap Montaigne. En daar is de tegentreffer. Jawel. Chris de Vrij maakt er 1-1 van. Tweede minuut, tweede helft. En zo zie je maar als je morst met de kansen. Wat er dan kan gebeuren. Zelfs met 10 tegen 11. Montaigne kijkt. En dan daar in het pak. Met twee klimmers naar de bal. De Vrij kopt hem prachtig overhoeks. João Paulo, goed weggedraaid van Klaases. Speelt in voor Kadu. Daar is João Paulo. Oh, die mist een mooie kans voor Germinal Beerschot. Matuku. Naar Daarde, die heeft er altijd een zee van ruimte. Maar Kadu komt het gaatje geregeld dichten. Daarde nog. Kan nu voorbrengen. Nog een dribbel. Legt af voor de Condé. En dan zit Camara er nog tussen. Goede inspanning alweer van Koen Daarde. Dat is te diep van Matuku. De Camargo kan er toch nog iets mee doen. De bal bij Daarde brengen. Over de verdediging heen. Beslia heeft steun van Priske. Die kan nu gaan voorbrengen. Van den Berg, dat is goed gedaan. Luciano, goed uitgekomen ook. Dit kan je Van den Berg niet aanrekenen. Goed aangepakt. En dan ingeschoten. Maar Luciano lag dichtbij. Trap Montaigne. Daar is weer de Vrij. En die bal zijn er niet zo ver naast. Vreden Tikan. Die goal. Maar de bal is nog altijd aan de middellijn terwijl we in de slotminuut zitten. Dan toch maar het pak in. Klaases, die doet het. Gert Klaases sleurt Racing Genk door in de slotminuut van de wedstrijd. Met het hoofd deed het eerder al dit seizoen. In de wedstrijd tegen Lokeren. En Luciano toch geklopt. Moeilijk hoor vandaar. Toch prachtig koppen. Perfect gedaan van Gert Klaases. Daarde met de assist. En dan vandaar vanop een meter of 14. Hoog in de hoek. En Van der Rijken kan toch nog opgelucht ademhalen. Goeie bal van Van den Berg voor Beslia. Ze zijn met veel daar. Blauwe in het centrum. Farron. De Condé. Afgeblokt. In de toegevoegde tijd. Faris Haroun. Op de voorzet van Beslia. Meteen ingespeeld. Luciano met een kattensprong. En dan de Condé nog afgeblokt. 65 minuten met 11 tegen 10 mogen spelen. Tal van kansen, maar pas in de slotminuut de overwinning te pakken gekregen. 2-1 de winst tegen Germinal Beerschot.